Jeremy de Nooijer, de laatste wedstrijd van de competitie spelen jullie uit bij Telstar. En dat is nog een duel waar toch nog wel wat spanning in zit. Hè? Want jullie willen graag zodanig eindigen dat jullie in ieder geval met het voordeel beginnen. Ja, klopt. Het is belangrijk om derde te worden. Dus als we winnen, dan komen we wel op gelijk aantal punten. Maar onze doelstelling is beter. Dus het is wel belangrijk, ja. Ik sprak zojuist met je trainer Henk ten Katen. En in het interview komt vaak de naam van de Nooijer terecht. Kortom, hij is erg gecharmeerd van je. Ja, het gaat de laatste tijd goed. Sowieso tegen Helmond de tweede helft vond ik heel goed gaan. En doorgaan. Dus. Ja, het is wel een compliment als zo'n trainer ook zegt dat jij tot een van de betere spelers behoorde de laatste weken. Ja, zeker mooi om te horen. Hij is een grote trainer en weet veel van het spelletje, dus zeker mooi om te horen. Ja, wat zegt jouw vader, die we natuurlijk allemaal kennen als Dennis de Nooijer? Probeert hij jou wel met beide beentjes op de grond te houden? Ja, maar ik ben sowieso niet zo om gelijk raad te gaan doen en zo. Maar hij zegt me gewoon zo doorgaan, goed blijven focussen. Dus het is allemaal positief. Had je verwacht dat het ook zo snel goed met je zou gaan? Want lange tijd zat je bij Sparta gewoon op de bank. Nou, een nieuwe trainer komt, je kreeg de kans dan tegen Dordrecht. En eigenlijk heb je die kans wel gelijk gegrepen. Nee, ik had eerlijk gezegd niet verwacht, want hij zette me na Dordrecht zette hij me op de bank. Dus probeer je gewoon de training te laten zien dat je in de basis hoort. En dat is gelukt. Dus, ja. Wat is er nu daadwerkelijk anders de laatste weken? Ja, voor jou is het anders omdat je nu speelt, maar wat merk je wat er veranderd is sinds de Kater hier nu is? Ik denk vooral positief alles. Iedereen is wat vrolijker, probeer een beetje uit dat dipje te komen en tactische verhaal en zo, dat ook vooral, veel tactisch. Dat is wel allemaal positief, maar als we naar de resultaten kijken, kunnen we ook weer zeggen van onder TK'en is het nog niet gewonnen. Ja, dat kan je ook wel zeggen, maar ik vind wel dat we voetballend wel meer laten zien dan daarvoor, dus dat wel. De na-competitie, een heel nieuw fenomeen voor je, wat verwacht je ervan? Ja, ik zou het niet echt weten, dus ik ben benieuwd. We moeten er gewoon voor gaan en er zijn vier finales voor ons. Dus.